Een industrieterrein in Rotterdam. Het zou zo in een serie van Baantje kunnen, maar dan natuurlijk wel in de verkeerde stad. Ja, troosteloos, het regent. Maar er gebeuren hier hele goede en hartverwarmende dingen. Ik kom een kijkje nemen bij Stichting Jarige Job. Zoals je hebt gehoord op de radio voeren we actie voor deze stichting. We willen zoveel mogelijk geld ophalen om kinderen een normale verjaardag te geven. Dus nog niet eens gek, maar anders kunnen ze het gewoon niet betalen, de ouders van deze kinderen. Wij gaan geld ophalen en daar hebben we jou voor nodig. En voordat onze camera wordt aangereden, ga ik gauw naar binnen. Huip, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het mooi om hier weer te zijn. Je gaat ons meenemen naar het Heilige der Heiligen eigenlijk, hè? Stichting Jarige Job. Ja, absoluut. Ik neem je mee naar de loods waar het allemaal gebeurt. Daar doen we de pakketten inpakken. En ja, daar zorgen we ervoor dat we dus al die verjaardagen mogelijk maken. Want hoeveel pakketten geven jullie nu uit per week? We geven nu in Groot Rotterdam 50 pakketten per week uit. 50 pakketten en één pakket kost? 35 euro. Dus dat is een slordige 1700 euro per week wat je nodig hebt? Ja, om en nabij. Ongelooflijk. Hoe komen jullie aan het geld daarvoor? Ja, allerlei verschillende manieren. We hebben natuurlijk donateurs, we hebben bedrijven die geld geven, maar ook in natura sponsoren, fondsen, subsidies, maar ook scholen. Nou, er komt nu een ludieke actie bij. Zoveel mogelijk cd's willen wij verkopen voor zoveel mogelijk geld. Jullie mogen ze kopen en wij gaan even kijken hoe dat geld er straks terecht komt. Hier ligt het speelgoed opgeslagen. Wat een bende, Huip. We werken natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Ja. Dus het is allemaal 's avonds dat alles alle dozen samengesteld moeten worden. Ja, dan is het vaak die ochtend nog eventjes niet helemaal opgeruimd. Nee, maar dat geeft niks, want we kunnen zien dat er gewerkt wordt. Zijn dit de bewuste verjaardagspakketten? Dit zijn bewuste verjaardagspakketten. De pakketten worden op maat gemaakt? Absoluut. Dit is inderdaad gewoon, ja, dit gaat dus, we weten de leeftijd en geslacht van het kind. En aan de hand daarvan maken we een pakket. Dus ja, voor een kind van, een meisje van 4 kan natuurlijk niet hetzelfde pakket maken als een jongen van 12. Nee, klinkt logisch. Ja. Absoluut. Wat moet hij met Barbies? Hè? Als je, nee. Nee, dat ja. Niet. Ja, je hebt ze ertussen ja, natuurlijk. Dan, maar, krijgen we gelijk brieven. Maar dat krijg je wel, waarschijnlijk wel doorgegeven van tevoren. Want het lijkt wel alsof jullie de cadeaus tussen 7 en 8 zo'n beetje op zijn, of niet? Ja, daar moeten we mee aan de slag. Daar is geld voor nodig, mensen. Kan je je herinneren dat Huip en Barbara bij je kwamen met het idee voor Stichting Jarige Job? Ja, ik kwam daar een jong stel binnenlopen en we dachten, ah, dan heb je weer iemand met een goed idee. Maar ze hadden een verrekt goed idee. Want inderdaad, die kinderen van onze klanten, die moeten altijd de meest vreemde verhalen ophangen om maar duidelijk te maken dat ze geen verjaardagsfeestjes vieren. Want dat kan nooit. En ik vond het hartverwarmend. Het kwam echt recht in ons hart aan. En we stonden gelijk open om daar onze steun aan te geven. De distributie van de verjaardagspakketten loopt ook allemaal via de voedselbank. Ja. Hoe wordt er gereageerd door ouders? Geweldig. Geweldig, echt waar. Waarom moeten mensen veel geld bieden voor Stichting Jarige Job? Ze verdienen het gewoon om door te kunnen gaan en hun werkterrein uit te kunnen breiden. Want ja, behalve in de regio Den Haag en Rotterdam zijn er nog in Nederland een heleboel gezinnen met kinderen die hier ontzettend blij mee zouden worden. Want kinderen hebben recht op een normale verjaardag. Ja, vind ik wel. Ja, Huip, ik durf het natuurlijk bijna niet te vragen, maar het gaat natuurlijk wel een beetje om wat zit er in dat pakket. Kun je er even eentje openmaken voor ons? Uiteraard. Dit is een pakket voor een meisje. Dus dit is het grote cadeau, dat is een bordspel met de roemruchte landlord en een trapveer. Dus dit zijn dan cadeaus die bijvoorbeeld broertjes en zusjes kunnen geven. Dit is dan het traditionele pap en mama cadeau, het grote cadeau. Broertje en zusje kunnen bijvoorbeeld dit geven. Absoluut. Zelf versieren, leuk, dus daar kun je ook wel echt een dingetje van maken als ouders. Met de kaarsjes natuurlijk. Even tellen, het zijn er genoeg. Ja, ja nee. Dat is wel belangrijk. We hebben slingers, hebben ballonnen. Alles zit erin om het huis helemaal op het top te versieren. We hebben wat lekkers, zodat ze kinderen kan vragen om eventjes thuis te komen spelen. Dus ze kunnen ze iets aanbieden. En natuurlijk, het belangrijkste van allemaal is de tractatie voor op school. Zelfs nog belangrijker dan het cadeau. Waarom is het belangrijker dan het cadeau? Kun je dat uitleggen? Als de kinderen niet op school kunnen tracteren, dan ja... Dat kan niet. Weet je, kinderen melden zich ziek en lopen al dagen met een of ander tegenzin om een verjaardag te gaan vieren. Om jarig te zijn. Moet je nagaan. Kinderen kunnen gewoonlijk niet slapen omdat ze in spanning afwachten wat ze krijgen.
deze kinderen kunnen niet slapen omdat ze eigenlijk niet naar school willen, want ze kunnen niet trakteren. Oh, absoluut, precies. Nou ja, dat, bizar, hè? Dat is absurd. Maar jullie doen nog steeds niet gek, hè? Want droge cakejes uitdelen is natuurlijk nog steeds niet heel hip. Dit zijn absoluut geen droge cakejes. Dit zijn hele sappige cakejes. En ik zou ook bijna willen vragen om eentje te proeven. Nee, maar dan kunnen we dat meisje niet aan doen. Nee, dat is dan kunnen we dat meisje. Maar met deze cakejes zijn ze gered, om het maar zo te zeggen. Zeer zeker. Ik denk, als je met dit trakteert op school, daar zijn de kinderen heel blij mee. Ja. Ik zou er sowieso heel blij mee zijn. Een verjaardagsdoos ter waarde van 35 euro, hè, zei je. En nou, je kunt het zelf zien, eigenlijk nog helemaal geen gekkigheid. Hè? Dus het is helemaal niet dat je zegt, dit is nou overdreven weldadig. Maar het redt wel de verjaardag van een kind. Absoluut, het zorgt ervoor dat een kind inderdaad 's ochtends een versierd huis heeft, iets lekkers, taart en kan trakteren op school en een cadeau heeft. Ja, dat is alles waar een verjaardag van bereikt. Nou ja, belangrijk genoeg om veel geld te bieden voor de cd's op onze veiling avroroadshow.nl. Koop een cd, trek je portemonnee. En help deze mensen met het goede werk wat ze doen. En geef ieder kind in Nederland een verjaardag, want daar hebben ze recht op.